De vaccinatiecampagne wordt vanaf morgen opengegooid. Dan zullen ook personen vanaf 18 jaar de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. De gezondheidsautoriteiten willen binnenkort 7000 vaccinaties per dag uitvoeren, maakt de gezondheidsminister Amar Ramadien vandaag bekend tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Maar zodra de grote lading vaccins aankomen, hebben wij uitbreidingsmogelijkheden naar minimaal 7000 doses per dag. U hebt zojuist van de president vernomen dat het besluit reeds is genomen. Op basis van die voorraden die we hebben en het nieuws dat aanstaande woensdag mogelijk al de 40.000 doses AstraZeneca uit Nederland komen, dat de vaccinatiecampagne opengesteld is. En dat betekent dat vanaf morgen iedereen boven de leeftijd van 18 jaar gevaccineerd kan worden. Dus ik weet het, er zijn op dit moment issues in het veld. Mensen worden weggestuurd, daar zijn we ons bewust van. Dat hebben we niet bewust gedaan, omdat we gewoon niet genoeg voorraad hadden. Maar met die informatie gooien wij morgen de vaccinatiecampagne open. Dit uiteraard na afstemming met de technische commissies. Ramadien zegt verder dat er kort na het opengooien van het vaccinatiecampagne een daling van het aantal doden, besmettingen en opnames in de intensive care units wordt verwacht. Er wordt een periode van 6 tot 8 weken uitgetrokken voor aanzienlijke veranderingen in de statistieken. Met een slimme strategie dat we rond de 150.000 tot 200.000 doses per maand kunnen vaccineren. Met die concrete toezegging uit Nederland betekent het dat Suriname vrijwel binnen 2,5 tot 3 maanden grote en aanzienlijke delen van de samenleving gaat kunnen vaccineren. En dat betekent ook uiteraard dat er wat verlichting zal komen in maatregelen. Dat er wat normalisatie zal komen. Maar we zien uiteraard nog steeds heel veel besmettingen. We zien een percentage van 45%. Voorzitter, het is niet makkelijk. Dat betekent, we hebben gisteren alleen 651 testen gedaan. En dat betekent dat we 300 personen hebben gehad. En van de 300 personen komt een bepaald percentage in grote ernstige problemen. Ramadien zegt dat de huidige besmettingspercentages onder de gewapende machten te betreuren. Omdat deze groepen de mogelijkheid hebben gehad om zich al vroeg te laten inenten. Bij de laatste update gisteren zijn er 3 doden en 300 besmettingen geregistreerd na een dagenlange trend van meer dan 7 doden per dag.